Net voordat de meeste kinderen zich gaan opmaken voor de meivakantie, was het vandaag op de Tarsicius School tijd voor het Tarsicius Festival. De kinderen konden verschillende activiteiten doen en dat was ook nog onder het genot van live muziek. Hamburgers en ijsjes scoren, klimmen in de klimrekken en spelen op het springkussen. Vandaag kon het allemaal voor de kinderen van de Tarsicius School in Nijmegen. Het is een school voor leerlingen met een meervoudige en complexe ondersteuningsbehoefte. Een bijzondere school dus, ook volgens meester Frank. Ja, de Tarsicius School is eigenlijk wel een hele bijzondere school. Het is een speciaal onderwijs cluster 4 school. Het zijn natuurlijk niet altijd even de makkelijkste jongeren, maar het is wel een hele uitdaging. Het is fantastisch om te werken met die jongeren. Soms halen ze af en toe wel eens bloed onder de nagels uit, maar uiteindelijk het zijn allemaal schatjes, dus dat komt allemaal goed. Het festival is ook georganiseerd zodat mensen een inkijkje kunnen krijgen binnen de school. Omdat er toch vaak wel een vooroordeel is van jongeren die op een speciaal onderwijsschool zitten. En we willen toch de andere kant laten zien, dat het gewoon echt jongens zijn. En wij kijken naar het gedrag achter de jongeren. En dan willen we de buurt meegeven. We doen ook even buurtactiviteiten waar de buurt ook bij betrokken wordt. Het bewijst ook veel dat er veel buurtbewoners hier in de omgeving allemaal komen. En die vinden het geweldig. Dus dat is fantastisch. Met al die activiteiten hebben de kinderen zich goed vermaakt. Ik heb mijn opa en oma rondgeleid en ik vind het leuk dat hun hier mee naartoe mogen. Dat vind je dus heel mooi? Ja, daar ben ik heel blij mee, ja. De boksbal, een hamburger eten en drinken. En wat vond je het leukst? Boksbal. Wat ik allemaal heb gedaan, dat is gekoken en op de springkussen gezeten. En boven op de chill-out heb ik cake gemaakt. Gewoon alles. Gewoon alles. Ik heb ook prijs gewonnen. Gewonnen met FIFA dingen. Gewoon gespeeld. Alles. Drinken gehaald. Ik ga nog blikjes gooien. Ik heb suikerspin gehaald. En er zijn nog leuke meer spelletjes. En kan je eens vertellen waarom je deze dag zo leuk vindt? Want het is gewoon anders dan werken en leren. En dat vind je niet zo leuk? Nee.